Jasper Waalkens, welkom bij onze mooie blauwe club. Zou je jezelf willen voorstellen? Ja, ik ben inderdaad Jasper Waalkens, 28 jaar. Het is mijn eerste seizoen hier bij Spakenburg. En ja, hiervoor heb ik in het betaald voetbal gespeeld. Afgelopen twee seizoenen bij Almere City. En nou ja, goed, daarvoor nog bij NEC, Fortuna Sittard, Eindhoven, Helmond Sport, Willem II. En dan kom ik uit de jeugd van PSV. Dus ja, dat is een beetje mijn carrière tot nu toe. En op dit moment ja, gewoon de stap naar Spakenburg gemaakt. Hartstikke blij mee en de eerste indrukken zijn goed. Dus, Voor de mensen die nog niet bekend met jou zijn, wat is je positie? Ja, ik ben een beetje een aanvallende middenvelder. Soms een beetje aan de linkerkant, maar in ieder geval een creatieve speler in de voorhoede in ieder geval. Zoals ik het vandaag gezien heb, was het dan een lekker oefenpotje voor je? Jawel, ja, het was natuurlijk weer de eerste keer. We zijn een week bezig. Allemaal wennen aan elkaar, nieuwe teamgenoten, nieuwe trainer wennen aan ons. Goed, dus dan is het belangrijk ja, dat we gewoon wedstrijdritme op gaan doen. En ja, een nieuw systeem, dus daar moesten we ook even allemaal aan wennen. Maar gewoon een goede tegenstander en uiteindelijk ja, goede eerste helft. De tweede helft ook nog meteen de 3-0. Daarna was het ietsjes minder, maar goed, uiteindelijk wel met 3-1 gewonnen. En ja, die jongens spelen eigenlijk ook gewoon in dezelfde divisie als ons, alleen de zondag dan. Dus ik denk dat het een prima resultaat is. Jij en Kistel konden elkaar goed vinden. 2-0 zat er lekker in. Ja, het was echt ja, was een hartstikke mooie goal. Ik denk dat ik de bal op het middenveld eigenlijk ophaalde. Goede combinatie met Philip Thies. Ja, Kees is inderdaad altijd iemand die in de diepte wil lopen. En ja, ik zag hem eigenlijk wegbewegen, dus ik stak hem weg. En ja, goed, hij beeld het overzicht en hij zag mij gelukkig goed staan. En ja, ik raak hem lekker en de keeper kon er niet meer bij. Dus dat was, ja, was een goede goal. Wat verwacht jij nadat de oefencampagne voorbij is van het seizoen van Spakenburg? Ja, wel heel lastig nu al te zeggen, omdat ik nu, ja, het zijn misschien net 4 trainingen geweest de afgelopen weken, de zaterdag begonnen. Dus ja, ik denk dat we zijn fysiek in ieder geval een heel sterke ploeg. En ja, wat ik ook van Martijn Koelewijn had gehoord, is dat eigenlijk is de selectie samengesteld op de tweede divisie. Dus goed, dan is het duidelijk dat je in de derde divisie, ja, wat de doelstelling wordt en is. Dus ja, of we dat gaan redden, ja, dat weet ik, kan ik nu nog heel moeilijk inschatten. Maar ik denk ja, dat gewoon de eerste indruk van de trainers zijn heel goed en ook van de selectie. En ja, nu moeten we gewoon aan het systeem gaan wennen, aan elkaar gaan wennen. En ja, dan moet het gewoon gaan lopen en er komt iets. Veel succes bij de blauwe, veel plezier, ja. En we spreken elkaar. Hartstikke bedankt.